Yo, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag ga ik een nieuwe Score Sportsball unboxen. Ik heb het pakketje hier. En om hem open te maken heb ik natuurlijk ook een schaar nodig. Die heb ik hier. En dan gaan we het pakketje nu openmaken. Oké, ik ga nu plastic ervan afhalen. Er zit ook nog een briefje bij van Score Sports. En dan is het nu tijd om de doos zelf open te maken. Dan gaan we de tapejes doorknippen. Deze tapejes. De ene kant is open. De andere kant nog. Dan gaan we het nu openmaken. Ik zie de bal zitten. Hij is al opgepompt, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat er nog geen lucht in zat. Dus ik heb de bal hier. Ik ga hem nu uit de doos halen. Dit is de bal. Hij is wit met gouden en zwarte tekens erop. Zit mooi in plastic. Dan halen we hem nu uit de plastic. En dat voelt heel apart, anders dan ballen die ik normaal heb. Hij ruikt ook nog lekker nieuw. Hier zie je het staan. Score Camo bal. En hier wordt ook mee gevoetbald door sommige clubs. Ik heb er zelf nog nooit mee gevoetbald. Dus ik ga hem zeker uittesten. Dat kunnen jullie zien in de volgende video. Dan ga ik de bal reviewen en laten zien hoe ik ermee heb gevoetbald. Hij is dus goed opgepompt. Dit is gewoon de normale maat 5. Ik ga het nu een keer laten stuiteren. En hij stuitert ook weer goed omhoog. Dus lijkt me een hele goede bal. Ziet er ook mooi uit. En je ziet deze laag. Is een soort foamlaag. En die heb ik bij andere ballen die ik gebruik niet. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat is. Dus, en ik ga nu eventjes een paar handschoenen erbij pakken. Om te kijken hoe de bal aanvoelt in mijn keepershandschoenen. Ik leg de bal eventjes op de grond. En ik heb hier mijn JME handschoenen. Dat heb ik in het handdoekje. En dan gaan we die eventjes aantrekken. En dan gaan we kijken hoe de bal voelt als ik ook handschoenen erbij aan heb. De tweede handschoen. Kijk, doen we de band eromheen. Dan gaan we nu de bal oppakken. En de bal voelt best wel chill. Door de foamlaag heb je ook wat meer grip. Dan kun je iets beter de bal aanvoelen. Dat voelt best wel fijn. Voelt heel chill, want door die foam kan je ook beetje opdrukken en is hij niet super hard om te vangen. Dus hoe ik het nu heb gevoeld, is het best wel chill om als keeper deze bal te gebruiken. Dit was alweer het einde van deze nieuwe video. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken en de vorige video te kijken over de JME keepershandschoenen. Vergeet ook zeker niet hier rechtsboven even op het belletje te drukken om naar de video te gaan. En zet het belletje aan, zodat je een melding krijgt als een nieuwe video online komt over de Score Sports Bowl. Die video komt ongeveer met 1-2 weken online. En dan ga ik hem gebruiken, dat kun je zien. En dan ga ik hem uiteindelijk ook reviewen.
Superleuk, dus zeker kijken. Dit was al het einde van deze video. En dan zeg ik alleen nog maar, later!